Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 31. Voor de laatste keer in 2021 natuurlijk ga ik deze video opnemen. Deze video komt online op 1 januari 2022. Heb je de vorige video in Italië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kan zien. Dat kan recht voor het i'tje, klik daarop zodat die aflevering verschijnen. Ben je trouwens nu op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk belletje aan als je een enkele aflevering van mij mist. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan met de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en ik ga componenten laten vervangen natuurlijk. Kijken of dat wat beter helpt, want de componenten waren natuurlijk beschadigd. En dit moet er dus voor gaan zorgen dat wij sneller zijn op dit circuit. We kunnen nu ook harder gaan pushen dan normaal namelijk. En dat is uitstekend. Ik heb voor een meerdere downforce setup gekozen dan normaal. We spoelen de tijd gewoon lekker door. En gaan ons zometeen gewoon opmaken voor Q1. Als er nog genoeg tijd is om te rijden. Want het zou wel heel teleurstellend zijn. Als we nu iets gaan vervangen en we geen tijd meer hebben natuurlijk. Gewoon een oud lapje doen. Mijn teamgenoot is er ook uit, dus dat zit wel goed. Heel veel auto's duiken ook gewoon de pitstraat uit. Jazeker, 3 minuten nog op de klok. Dus we kunnen nog een ronde gaan neerzetten hier in Singapore. Wat vind je trouwens van mijn nieuwe microfoon? Ik heb trouwens de headset, de Trust GXT nog wat, is weg. Dat was gewoon een goedkoop spul. En ik heb hier even een Blue Yeti X voor mijn neus, letterlijk en figuurlijk. Daar spreek ik ook op dit moment de tekst mee in. Hopelijk merken jullie het verschil. Hopelijk is het ook mooier. Misschien ga ik ook een popfilter kopen. Om te zorgen dat je niet meer van dat popgeluiden hoort in de microfoon zelf. Maar het is allemaal even kijken. We zijn dan dus aanbeland bij de laatste aantal secondes van Q1. Ik zie het een klein beetje door, maar het is geen probleem. En waar gaat dit ons opbrengen? Dat is de vraag. Heel snel bij die bochten. Gaat maar net goed. Jazeker. Uitkomen tunnel net niet die rechte muur geraakt. Dat scheelde maar heel weinig. Vlag hangt uit. Krijgen een waarschuwing weer in het track limits passeren. Komen bij de laatste bocht aan. Weer een track limits waarschuwing. Corner cutting waarschuwing zelfs. Muur aangetikt. Maar waar staan wij? We staan op een P11. En zijn door naar Q2. Charles Leclerc het snelste. Terwijl er volop vuurwerk wordt afgestoken, Niro. We zijn aanbeland bij Q2. Tegen het einde van de sessie namelijk. Met nog 4 minuten op de klok. En zijn snel onderweg. Dat is goed om te zien. Beetje de muur geraakt, maar het is geen probleem. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien. Snel zijn allemaal. Daar komen we bij start-finish. En dat is een tijd die is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3 toe namelijk. En dat is goed om te zien. Uitslag van Q2. Wij dus naar een P8 zijn maar net door. Dat is goed om te zien. Leclerc weer het snelste. Hij is heel erg op dreef namelijk. Bijzonder om dat te zien dat de Ferrari hier zo snel gaat namelijk. Had ik niet verwacht. Massa ook door naar Q3. Bottas op het randje door. En wij gewoon met 1 setje mannen door naar de volgende sessie. Dus dat is goed om te zien. Aanbeland bij Q3 dus. Dit moet een top rondje gaan worden.
Hopelijk wordt dit de pole position, maar Charles Leclerc is gewoon bloedsnel in die Ferrari. Krijgen een track limits waarschuwing, maar het is geen probleem. De vlag hangt uit in Q3. Schiet er gewoon door vanwege het mislopen van downforce. Dat is gewoon jammer. Maar komen wel bij de vlag. En wat wordt dan de ronde? Het wordt pole position. Het is pole position hier in Singapore. En Massa naar P9. 14e los van Carlos Sainz. De Ferraris lijken gewoon bloedsnel. Daar moeten we voor oppassen. En dit kan wel eens weer een cruciale wedstrijd worden in de strijd om het WK. Daar gaan we dan voor. Carrière aflevering 31 hier in Singapore. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging Grand Prix. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much at full throttle. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Bottas, Lewis Hamilton and Norris, Verstappen, Perez, Massa and Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Giovinazzi, Lance Stroll and Gasly, Russell, Tsunoda, Callum Ilott and Christian Lundgaard, Mick Schumacher, Mazepin, Latifi and Esteban Ocon rounds off the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Soft, medium, medium is de strategie. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 31 hier in Singapore. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen slecht van de startplek, want Carlos Sainz is al gelijk beter weg, heeft al de leiding veroverd. Maar dan vallen we hem hier terug aan die binnenkant, heel agressief. En dat is weer P1, Bottas begint gelijk aan te dringen bij Carlos Sainz, is naar P2 gegaan. Charles Leclerc naar P4 en wij nog steeds gewoon aan de leiding, dat is goed om te zien. We kunnen ons nu gaan focussen op de wedstrijd. En kijken wat dan het gaat worden. En als we deze wedstrijd winnen, dan lopen we meer punten uit op de beide rivalen Leclerc, Hamilton, Bottas. En dat is alleen maar goed, namelijk in het WK. Maar we zijn er nog niet. Einde ronde nummer 1. Bottas kijkt aan de binnenkant, maar wij gooiden de deur daar gewoon dicht. Momentje overstuur op de exit. We zetten de snelste race ronde neer met een 1.41.7. En Bottas kan alleen maar kijken. In ronde nummer 2. Sainz is naar binnen gegaan voor een nieuwe neus. En dat gat naar Hamilton is 7,8 seconden. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ronde nummer 4, we bereiken de pitwindow en gaan naar de medium banden. Lewis Hamilton heeft al snel zijn race rondpunt in handen, terwijl we een fout maken. En Bottas kan profiteren van onze fout. Maar wij hebben hier dan wel DRS. Zitten er heel dicht op de achterkant van de fin. Momentje overstuur op de exit. Kijken waar wij zo meteen hem dan kunnen gaan plaatsen. Hier dan aan de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt zeker. Veel te wijd. Hero, maar dat is geen probleem. En Carlos Sainz verbetert de snelste race ronde naar een 1.40.4 volgens mij. Sainz is de
fastest man on the track right now. He's just posted the fastest lap of the race. Dat bevestigt Jeff ook natuurlijk aan ons. En Bottas kan hier niet aanvallen. Dat is goed om te zien. Wij blokkeren hem hier gewoon bij de tunnel. Bottas zit er heel dicht op, maar dan hebben wij hier een betere exit. En is hij daar gezien? Ronde nummer 6 en we duiken er binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Naar de medium banden gaan wij. En gaan de leiding uit handen geven van Lando Norris. Jazeker, want Norris rijdt door. Ricciardo naar binnen. En wat wordt onze pitstoptijd? 3 seconden. Speelde op safe. En dat moeten we gewoon niet hebben. En daardoor komen wij gewoon... Kijk maar. Achter Mick Schumacher. En misschien ook achter Sainz. Jazeker. De man heeft ons geundercut. Oftewel, hij ging dus in de ronde nummer 2 naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Had er ook gelijk nieuwe banden gepakt. En is ons voorbij gestoken. Zo zie je maar. En we zijn terug naar P16. Hebben DRS. Hebben overtakeklop ingeschakeld. Remmen hier gewoon naar Carlos Sainz toe. En vallen hier aan die binnenkant. Laten hem gewoon leven. En dat is P15. Op naar Mick Schumacher. Kijken wat hij dan gaat doen. Kijk hier aan die binnenkant. Lukt dat? Nee, net niet. Net niet. We moesten onze vleugel even besparen. Hier dan aan die buitenkant proberen. Lukt ook niet. Dan maar op de exit. DRS open. Overtakeknop ingeschakeld. Aan de buitenkant kijken van de Duitser. Hij laat hem staan. De muur geraakt. Ook Schumacher per ongeluk geraakt. En Sainz kan gelijk mee profiteren van die actie. En wij krijgen een waarschuwing van de FIA. Maar goed. Dat is P14. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Paars in sector 1. En daar hebben wij Esteban Ocon. Voor P8. We zitten een beetje klem. En Ocon verdedigt hier gewoon stevig. Kijk hier naar de buitenkant. En Ocon heeft ons flink geraakt. En hij is zijn vleugel kwijt. En er is een safety car. Ocon uitgevallen. Op een inhaalmanoeuvre van mij. Ik heb helaas geen replaycamera's opgenomen. Waarom? Het duurde 1 uur en 3 minuten om de volledige race te opnemen. En ik had echt geen zin om replaycamera's nog te doen. Dus die zijn er niet bij. Maar de safety car op de baan na een incident met mijzelf en Esteban Ocon. Dan ben ik benieuwd of hij nog nader onderzoek gaat doen. Ik denk het niet. Wij duiken ook gewoon niet naar binnen. We blijven gewoon buiten. We moeten ons wel aan de delta zien te houden. En Aylot duikt naar binnen. Tsunoda duikt ook naar binnen tijdens deze safety car fase. Lundgaard duikt naar binnen. Nee, Lundgaard duikt niet naar binnen. Excuses. Giovinazzi duikt naar binnen. Alonso duikt ook naar binnen. Dus Lundgaard, mijn oude teamgenoot van seizoen 1, die leidt de wedstrijd. Maar moet nog een keer stoppen. En dat gaat hem gewoon heel veel posities weg laten zakken. En daar zijn we dan gewoon aanbeland bij de achterkant van Christian Lundgaard. Voor Christian rijdt Bernd Meilander in die Aston Martin Vantage. De groene safety car. En hij duikt weer naar binnen. En Christian Lundgaard mag het tempo gaan bepalen voor het eerst in zijn leven. Leidt hij een grote prijs. Maar hij moet nog naar binnen. Er zijn nog 20 rondes te gaan. We zitten al gelijk te kijken of we er voorbij kunnen. We moeten ons een beetje inhouden, want we mogen er niet voorbij.
zitten gewoon mee te spelen met Christian Lundgaard. Wanneer gaat Lundgaard op zijn gas? Hier nog niet. En hier gaat hij op zijn gas? Nee. Wanneer duikt Christian Lundgaard... Ja, zeker. Daar, ik wist het al. Daar duikt Christian Lundgaard op het gas. Maar wij hebben hier gewoon slipstream van de Deense coureur. En vallen hier aan die binnenkant. En dat is P1 op een agressieve manier. Net als wat we bij Carlos Sainz deden in de openingsronde van Singapore. En dat is de leiding veroverd. Goed om te zien. Dan kunnen we misschien nu wegrijden van de Deense coureur. Hopelijk dat hij Lewis Hamilton gaat ophouden in de resterende rondes van de wedstrijd. Hij rijdt op de medium compound, dus hoeft later te stoppen dan de rest van het veld. Hamilton rijdt op harde banden. Dus hier gaat denk ik helemaal niet meer stoppen. Oude medium banden dus. Twee stoppen voor Christian Lundgaard. We zitten in ronde nummer 21 van de wedstrijd. En dat gat naar Eilert is inmiddels opgelopen tot 36 seconden. Dus we kunnen gewoon naar binnen duiken zonder een positie te verliezen. Ja, want we zijn gewoon als allerlaatste naar binnen gedoken. En dan krijg je dit. De rest levert 20 seconden in. En die pakken wij nu gewoon weer terug met deze pitstop. En omdat Eilert langzamer is, houdt hij heel die boel op. En kunnen wij eigenlijk een gratis pitstop maken. 3 seconden duurt de pitstop. En komen gewoon weer aan de leiding terug in de wedstrijd. Jazeker. Nog 9 rondes te gaan. Dan zit de wedstrijd er alweer op. En dan gaan we ons voorbereiden voor de volgende ronde. Dat is in Japan. Gooi je gelijk onze overtakeknop aan. Vond jij deze video nou leuk? Beloon het dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021. My Team Career met content. Schakel ook gelijk een belletje aan als er een enkele video meer van mij mist. We zetten de snelste raceronde neer. Met een 1.33.3 volgens mij. Nee, een 1.33.9. Ik zie het verkeerd. Volg me ook trouwens even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Het zou vet zijn als je me op Instagram volgt voor updates wanneer er video's online komen. We duiken weer naar binnen om dat snelste racerondepunt gewoon te verbeteren in ronde nummer 29. En gaan naar de softbanden. Waarom? We hebben het gat naar Carlos Sainz. Kijk maar, 31 seconden. Krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Maar op tijd is op tijd. En... ik denk gewoon dat Sainz voor, achter ons eindigt. Pitstop duurt hij ongeveer 25 seconden. Dus we zouden ongeveer 6 seconden over hebben op start-finish. 2,8. 2 tiende sneller. Dus er zit verbetering in de pitstop. Maar waar is Sainz? Die komt nu bij de laatste bocht aan. En nu bij start-finish. En we komen gewoon voor Carlos Sainz weer de baan op. In ronde nummer 30. Dus nog 2 rondes te gaan. En gaan proberen in deze 2 rondes dat snelste racerondepunt van ons te verbeteren. Om te zorgen dat wij de volle buit pakken hier in Singapore. Zo is het. We komen aan bij de laatste ronde van de wedstrijd. In ronde nummer 31. Dit was ook onze laatste kans om misschien dat snelste racerondepunt van ons te verbeteren. Dit wordt een alles of niets rondje. Om te garanderen dat wij de volle buit pakken hier in Singapore. Massa, ik weet niet waar hij rijdt. Ik denk niet in de punten. Hij vertrok wel vanaf P9. Dus dat was wel goed om te zien. Maar goed, in de race kan hij het net niet waarmaken. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien.
Deze bocht nemen we iets te scherp, maar dat is geen probleem. Het gat naar Sainz is inmiddels opgelopen tot ongeveer 8 seconden. Dus dat is al lekker groot. Wat voor sector 2? Sector 2 wordt rood. 17.000ste langzamer. Maar hebben het gat in sector 1 gevonden. Dus als we sector 3 gewoon even helemaal goed rijden, dan hebben we dat snelste regelpunt gewoon verbeterd. We komen aan bij de tunnel. Nog een paar bochten te gaan hier in Singapore. Het vuurwerk gaat losbranden. Ook vanwege nieuwjaar krijgen we een 3 seconden tijdstraf vanwege cornercutting, maar dat geeft niks. Wij winnen dus de grote prijs van Singapore. Pakken ook dat snelste regelpunt. En dan gaan we ons voorbereiden voor de volgende video in Japan. Here we are then, a real team effort to overcome their rivals for a memorable win here today. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Maar goed, hier werd dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen de grote prijs van Singapore, pakken ook de snelste resultaat, ondanks die 3 seconden tijdstraf. Sainz naar P2, Bottas naar P3, Gasly kreeg driver of the day, Massa teleurstellend naar een P14. Reed wel in de punten lange tijd, maar goed, jammer maar helaas. Perez teleurstellend voor Red Bull, 2 uitvallers, Ocon en Mazepin. 37 punten is het naar de nummer 2 en wij leiden 69 punten achterstand, mooi getal namelijk, op Red Bull. Dus ja, dat wordt nog lastig, maar goed, 37 punten verschil naar Perez is gewoon goed te doen. Dat kunnen wij gewoon volhouden in de resterende wedstrijden. Maar ja, de wedstrijd heeft heel lang geduurd. Echt, ik heb gewoon bijna een uur zitten opnemen. En dan is het op naar de volgende video. Ik ga deze aflevering beëindigen, mensen. Heb jij genoten van deze video? Beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje als je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruik dan in de beschrijving. Ja, alvast een fijne jaarwisseling. Ik neem dit op 31 december van vandaag. Ook dat vuurwerk op de achtergrond. Maar ik ga dit publiceren volgend jaar op 1 januari 2022. Dus op een zaterdag. Dus hierbij beste wensen voor het nieuwe jaar. Maak wat moois van. En zorg gewoon dat je gelukkig bent in je leven. Ik ben dat zeker. En dan gaan we het jaar lekker tegemoet met nog meer My Team Career Mode video's. Hopelijk ben jij er ook bij. En zo niet, zou ik zeggen, abonneer je voor meer. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. En verder in Japan.